Hallo allemaal, ik ben Nerfboog als je niet wist. En welkom bij deze nieuwe Nerf combo video. En ja, dit is natuurlijk weer een personal combo. Waarschijnlijk heb ik hem al een keer zo een beetje geshowt. Maar ja, laten we gaan beginnen. Ik ga hem uit elkaar halen. Dan laat ik weten waarom ik deze dingetjes heb gekozen op de blaster. En dan gaan we over naar het in elkaar zetten. En dan laat ik jullie weten wat mijn mening is over deze blaster. Dus laten we beginnen. Goed, de blaster die ik gebruik is de Rapid Strike CS-18. En dit is de XD Rapid Strike CS-18. Het is op zich wel een gave blaster. Het is clip system, het is motorized. Het heeft een best wel gaaf color scheme met die witte strepen in plaats van het oranje. Het heeft rapid fire, het heeft 2 tactical rails. Het heeft flip up sight, het heeft de barrel adapter. Het heeft een folding out stock. En ja, het heeft sling points en alles. Het is gewoon een hele, op zich wel gave blaster. Hele gave wil ik ook niet zeggen, want de rapid fire is voor de rest wel slow. Dus ja, de barrel die ik erop heb zitten is de Modulus ECS-10 barrel. Het is best wel een kleine, korte barrel, maar het heeft 2 tactical rails. En het kan een andere barrel erop doen, dus ja, dat is wel heel gaaf. De scope die ik erop heb zitten is de Modulus ECS-10 scope. Het ziet er gaaf uit. Het is klein, het is op zich wel goede crosscodes erin en zo zitten. En ja, het is op zich wel een fijne scope op zich. De grip die ik erop heb zitten is de Stealth Ups Upgrade Kit Folding Grip. Ik haat deze grip eigenlijk, maar ja, op zich is die op zich wel handig, vind ik, bij de Rapid Strike. Het folded in natuurlijk tot een, ja, tot een soort van. Ja, ik weet niet, een soort van gripachtig, ja, handle ding. Ja, ik vind het niet echt de fijnste grip op zich, maar ja, op zich is die wel gaaf, dat het folding, dat het je kan vol in doen. Dus ja, dat is dat. De clip, de clip, mag, whatever you want to call it, is de 18 dart clear mag van de Rapid Strike zichzelf. Het is 18 darts. En het is gewoon een hele fijne clip, vind ik. Dus ja, het ziet er gewoon gaaf uit. Goed, nu laat ik jullie zien hoe je hem in elkaar zet. Je hebt de clip gewoon, die kan je er meteen in doen. Dat is dat. Voor de rest heb je de scope. En die zet je hier bovenste tactical rail. Voor de rest heb je de barrel natuurlijk. En die zet je hierin. En dan heb je de folding grip. En die zet je hierop. Of je zet hem op de barrel, dat moet je zelf weten. Het ligt eraan hoe groot je bent. Dus ja, ik ben niet heel groot qua armlengte. Dus ja, voor mij hou ik hem liefst daar zo. Dus ja, dat is uiteindelijk de Rapid Strike combo video. Ik vind hem voor de rest heel erg gaaf eruit zien. Het is niet de combo video die ik eigenlijk heel vaak gebruik. Puur omdat ik niet heel vaak de Rapid Strike gebruik. Maar ja, voor de rest vind ik hem op zich wel gaaf om te gebruiken. Meestal kinderen uit de straat en zo in de buurt die bij mij in de buurt wonen. Ja, die komen soms dan. Die hebben meestal de Rapid Strike dan. Dus dan kiezen ze voor de Rapid Strike om te pakken dan bij mij. En dan gebruiken ze die om mee te schieten. Dus daarom heb ik er maar een combo van gemaakt. Puur omdat zij het heel vaak gebruiken. Dus ja. Maar ja, dat is eigenlijk de video. En ik zie je gewoon weer later.